Mijn naam is Willeke. Ik ben boerendochter van de boerderij Het Geertje. Het Geertje in Zoeterwoude. En ik werk nu fulltime op de boerderij. En ik zet me eigenlijk voornamelijk in voor natuureducatie. En samen met mijn vader en een natuurkunstenares en een bodemdeskundige hebben wij de porrenkringloop ontwikkeld. We zijn hier op Zoeterwoude, in Zoeterwoude, nog net Zoeterwoude. De porrenkringloop gaat van Zoetermeer naar Stompwijk naar Zoeterwoude toe. En dat is tijdens de porrenkringloop kom je eigenlijk ook door het Prielenbos en je loopt boven de polder. En je loopt door de polder en dat maakt de polderkringloop ook zo leuk. Je gaat in 3 kilometer, ben je in 3 verschillende plekken en ook op zoveel verschillende natuur. Ik heb een kaart gekocht voor 2 euro bij jullie. Kun je me uitleggen op de kaart waar we nu zijn? Ja, natuurlijk. We zijn nu hier op boerderij Het Geertje. En het eerste kunstwerk vind je hier. En hier begint de route. Je moet op de kaart lopen, maar er staan ook paaltjes tijdens de route die je kunt volgen. En die kaart ondersteunt ook met leuke weetjes over de polderkringloop. Je kunt met QR-codes kun je inloggen op verschillende plekken op de website om nog meer te weten te komen over ons gebied en over deze kringloop. We gaan het proberen. Nou, hartstikke leuk. Heel veel plezier. Dank je wel. Ik sta hier op de Geuzenbrug. De brug is vernoemd naar de Geuzen die in 1574 op weg waren naar Leiden om Leiden te ontzetten. Er brak een gevecht uit met de Spanjaarden en ze besloten een omweg te nemen en toen kwamen ze hier terecht bij de Noord-Aa. Zij zijn hier een week gebleven met 8000 man en 400 schepen en op 2 oktober kwam de weg vrij en zijn ze vertrokken naar Leiden. En sindsdien vieren we op 3 oktober Leidens ontzet. Ik weet dit niet zomaar. De informatie onderweg vind ik door middel van de QR-codes die je kan zoeken met je telefoon. Dit kunstwerk heet De Krul. Het is gemaakt door Ludie Feijen samen met een aantal vrijwilligers. Het is gemaakt van willig, maar daarnaast zit er ook wat fruitbomenhout doorheen. Zodat je kan echt zeggen, dit is een levend kunstwerk. Ik zie ook een paar appeltjes, te hoog om te plukken. Dit is een mooi uitzichtpunt over de polder, waarbij je duidelijk kan zien dat in Nederland het water soms hoger is dan het land. Mensen die niet goed zijn in kaart lezen, zijn er gelukkig overal paaltjes in de kleur van de kringlooproute. Mocht je overwegen om je hond mee te nemen op de wandeling, dan heb je pech gehad. Want op dit stuk mogen geen honden. Het Prielenbos is een natuurbos zoals het voor het jaar 1000 in de omgeving Zoetermeer eruit zag. De begroeiing gaat volledig zijn eigen gang en het is een beetje moerassig. Het was voor de tijd van het inpolderen. Dit is een heel vogelrijk gebied, het vogelrijkste gebied van Zoetermeer. Hier zie je onder andere ook ijsvogeltjes en de waterral. Hier kan je goed zien dat het Prielenbos echt een oerbos is. Er is heel veel variëteit aan begroeiing. En je kan ook echt zien dat het een moeras is.
Ik ga proberen een bootje te vouwen zoals dat op de QR-code wordt verteld. Deze boot is ontworpen door Ludy Feijen en is gebouwd samen met de scoutinggroep Pocahontas, de Rotary Club in Den Haag en de familie Maas uit Leidschendam. Turfwinning is er hier een meer ontstaan. Het gemaal werd gebruikt om het meer droog te malen. In 1865 is het meer droog gemalen binnen 18 maanden. Zo is de Geerpolder ontstaan. Ik loop nu naar de nieuwe Soeterdambrug. Deze brug heeft in het midden een heel belangrijk punt. Namelijk het drie gemeentepunt. Zoetermeer, Leidschendam en Zoeterwoude. En in Nederland kun je wel eens overvallen worden door een regenbui. Gelukkig zijn er genoeg bosjes om even te schuilen op deze route. Nou, dit is de evolutietuin. En dit is een plek waar je een beetje tot bezinning kan komen. Door de weg naar het binnenste te volgen. Daar zie je ook een soort van yin en yang teken in. En je ziet ook verschillende soorten. Springbalsemien zie ik, Oost-Indische kerst, papaver, zonnebloemen. Prachtig. Dit is heel ludiek. Een duo-toilet. Ik sta hier op de uitkijk van de Oude Kreek. Ik zie geen Oude Kreek. En ik probeer alleen maar zo snel mogelijk weer beneden te komen. Dit was de polderkringloop. We hebben een prachtige wandeling achter de rug. Helaas werkt het weer niet mee. Maar het is een hele mooie route met ontzettende leuke opdrachten. Een aanrader.